Hey, wat ontzettend leuk dat je mogelijk interesse hebt in onze coachingsmodules. Ik laat je graag iets zien van ons aanbod. Allereerst hebben we drie basismodules. En in de eerste basismodules, coachingsvaardigheden 1, leer je vooral een open coachhouding, basisvaardigheden en technieken die je ook heel veel gaat oefenen. En je leert welke stappen je kunt zetten in het coachproces. Bij coachingsvaardigheden 2 gaan we vooral verder in op motivatieproblemen en vaste overtuigingen. Hoe begeleid je dat? En dat doen we aan de hand van motiverende gespreksvoering en acceptance and commitment therapy. Motiverende gespreksvoering is een methodiek waarbij je motivatie eigenlijk leert ontlokken. En bij acceptance and commitment therapy leer je waardegestuurd coachen. Wat vindt iemand echt belangrijk in het leven? En hoe kan iemand gevoelens van onzekerheid, angst, wel leren aanvaarden en toch richting zijn doel blijven gaan. Coachingsvaardigheden deel 3 gaat over oplossingsgericht coachen. En het woord zegt het al, dit focust vooral op de krachten in je cliënt. Hoe kun je die naar boven krijgen? Hoe kan je je cliënt zelf oplossingen laten aandragen? En daar zitten tal van technieken bij die heel leuk zijn om te doen. Heb je onze drie basismodules gevolgd, dan hebben we ook nog een aanbod aan verdiepende modules. Sommige van deze modules gaan specifiek in op een coachingsmethodiek. Sommige gaan in op een bepaald thema wat je cliënt kan hebben. En sommige gaan vooral in op een bepaalde doelgroep. Nou, laat ik beginnen bij creatief fysiek coachen. Dat is een methode die mensen in de beleving zet. Hè, we zijn natuurlijk gewend bij coaching om te gaan zitten en te gaan praten tegenover elkaar. En dat zet vooral analysestand aan. En creatief fysiek coach zegt nu juist: nee, moet je niet doen. We gaan leuk aan de slag met allerlei materialen. Gewoon simpele materialen die iedereen voor handen heeft. Dat kan zijn ballonnen, ballen, papier, pennen, stiften. Maakt niet uit. Waarmee je je cliënt laat verbeelden wat zijn situatie is. En door in die verbeelding te stappen, kom je snel tot een diepere laag. Je haalt eigenlijk het verhaal eraf en je komt sneller tot de kern. Nou, dan hebben we beeldcoaching. Beeldcoaching is een module die gebruik maakt van videobeelden. Allereerst ga je met degene die jij begeleidt afstemmen wat wil je leren, wat is jouw leerdoel. En vervolgens ga je videoopnamen maken en selecties maken van videobeelden die je gemaakt hebt, die je gaat nabespreken met je cliënt. Nou, dit is een fantastische methodiek die ook heel goed kan werken in het onderwijs als je leerkrachten begeleidt of als jij als leerkracht een bepaalde leerling wil begeleiden. Beeldcoaching dus. Dan hebben we het coachen van hoogbegaafdheid en zingeving. Bijna elke hoogbegaafde ervaart wel een periode in het leven waarin die worstelt met levensvraagstukken, een stukje zingeving. En deze module leert jou hoe je dat kunt begeleiden. Coachen met dramatechnieken is er ook weer een die niet het traditionele beeld van coaching volgt van praten, maar juist de situatie gaat uitbeelden met je cliënt. Je gaat het ensceneren. En dat zorgt ervoor dat iemand echt in de ervaring stapt. Het is een luchtige methodiek, dus hou je van een beetje speelsheid, dan is dit mogelijk een leuke module van jou. Coachen van hoogbegaafde kinderen is een hele praktische module met tal van oefeningen die je zou kunnen doen met kinderen of met pubers. We zien ook vaak dat er veel hoogbegaafde kinderen vervroegd naar het voortgezet onderwijs gaan, dus deze module is echt op die doelgroepen gericht. Lichaamsbewustzijn. Nou, het woord zegt het al, je gaat allerlei fysieke speloefeningen doen, waarbij je cliënt zich bewust wordt van wat gebeurt er eigenlijk. Wat gebeurt er met mijn ademhaling? Welke gevoelens roept het op? Dus het zijn allemaal fysieke oefeningen. Ook erg leuk. Voice dialogue. Voice dialogue is een methodiek die eigenlijk gaat over de binnenwereld. Soms heb je in je hoofd, enerzijds zou ik dit wel willen, maar anderzijds zie ik hier de nadelen van. Nou, je ziet aan mijn gebaren al dat het bijna twee stemmen zijn. Bij voice dialogue ga je die stemmen uitvergroten door ze echt subpersonen te laten worden die je gaat neerzetten in de ruimte. Dit is ook weer een ervaringsgerichte methodiek die je snel tot de kern komt bij je cliënt, dus snel de diepgang ingaat. En tot slot hebben we coachen bij faalangst en perfectionisme.
Dit is natuurlijk eentje die weer op een thema gericht is, wat veel voorkomt bij hoogbegaafden. En je leert dus hoe je faalangst en perfectionisme kunt begeleiden. Nou, hopelijk heb ik je zoiets kunnen vertellen en ben je enthousiast geraakt. Wil je nu meer weten over een bepaalde module? Zoek dan de informatie echt op de site op, specifiek bij die module. Vaak staat daar een uitgebreidere omschrijving. Soms kun je ook een studiegids downloaden of een video kijken waarin de module nog verder wordt toegelicht. Ik hoop je te zien!